NEC, we zijn begonnen. Nou, de deadline is nog niet verstreken, dus er kunnen nog spelers bij. Er moeten misschien ook nog wat spelers bij. Wat staat er op het lijstje nog? Er wordt gesproken over spits. Sterker nog, over Moussaba, dat hij weer terug zou komen. Ik denk niet dat dat reëel is, maar dat zou ik aan Ted moeten vragen. Ik denk dat Ted al eerder heeft gezegd, en ook Rogier, dat we echt nog kijken voor een aanvallende versterking. Ja. Ik zie ook dat Ted druk is. We hebben er elke dag contact over. En ik zie ook hoe grondig hij te werk gaat. Nou, dat heeft hij ook bewezen met alle andere nieuwe spelers. Dus ik denk dat het sowieso in heel voetballand nog wel een hele drukke laatste week gaat worden. Omdat er nog heel weinig gebeurd is. En je zal altijd zien, in die laatste week gebeurt er altijd heel veel. Dus ook bij ons zal er heus nog wel wat gebeuren. Is ook alleen NEC eigen, hè? De laatste weken nog even. Nog. Ja, maar het gebeurt eigenlijk overal. En zeker in deze markt. Deze markt is heel traag op gang gekomen. Is eigenlijk nog niet op gang gekomen. Maar je moet het alleen doen als je 100% overtuigd bent. Dat het iets toevoegt aan je selectie of iets kan verbeteren. Nou, dat is het werk van Ted. Ben ik blij nogmaals dat hij er is. En ik zie hem daar heel grondig mee aan de slag. En ja, we hebben elke dag contact. Dus ik hoor wel wanneer het bevrijdende telefoontje komt dat er iets is. En dan de voorspelling. Ja, ik vraag het toch maar. Waar denk je dat NEC uit gaat komen? Of waar hoop je misschien? Laat ik het zo zeggen. Als wij plek 14, 15 kunnen bereiken. Dat betekent handhaven. Ja. Zonder echt de laatste wedstrijden in de problemen te komen. Dan zou ik blij zijn. Ik denk dat een hele grote stap is voor ons in dit eerste seizoen. Dus handhaven is ons doel. Veel jonge spelers weer die echt nog moeten wennen aan de intensiteit van de Eredivisie. Een aantal nieuwe spelers moeten nog een team worden. Dus die eerste 10 wedstrijden hebben we echt nodig om erheen te vechten, doorheen te knokken. En daar gaat het eigenlijk alleen om de punten. En dan moeten we proberen wat stabieler te worden. Maar we hebben echt nog wel wat stappen te maken. Dus als wij ons kunnen handhaven, plek 14, 15 met 2, 3 wedstrijden voor het einde, geen paniek meer. Nee. Ja, dan ben ik heel blij.